Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe part van XCOM Enemy Unknown. En als het goed is, de laatste part van de game. Ja, waar we gebleven waren was dat we een dude hadden gemind controlled. Die dude. Die is wel badass op zich. Die kunnen we nou dus besturen. Hij heeft een mutant heavy plasma rifle. En hij heeft ook nog een alien grenade. En hij is best wel badass. We hebben hem niet zo heel lang meer gemind controlled. Turns zijn bijna over. Maar wat er dan gebeurt is dat hij gewoon weer terug is zoals hij was. En dan killen we hem alsnog waarschijnlijk. Of ik kan hem gewoon opnieuw mind controlen en dan hebben we hem alsnog in onze greep. Ondertussen is Shifty ook eindelijk weer terug. Dus eindelijk weer terug op de base. We gaan even reloaden. Waarschijnlijk niet allemaal reloaden, dat is wel een slim idee. Mutant Heavy Plasma, die kan hier niet langs, want ik sta voor de deuropening. Ja, Overwatch. Overwatch. En daar is daar. Kijk, hij is nu met lief. Dat mag niet. Vuile motherfucker. Die duurt me zoveel leven. Reload previous save. Motherfuckers! Niet lief. Ik weet niet, wat is dit? Load game? Autosave? Ik vertrouw autosave nooit. Maar. Oh, dit is autosave. Oké. Jij gaat daarheen. En jij gaat een grenade gooien op jezelf. Is dit hier mooi? Dit is een geweldig plan, of niet? Hij gooit gewoon een grenade op zichzelf. Zo, dat is wel gedamaged in ieder geval. Dat is dat. Shiffy die gaat weer terug. Zoals ik zei. En, nou, hij heeft ons dus net gekilled. Maar dat mag niet. Die dude moet juist overleven. Nou, was wat te verwachten, zoals ik zei. Ging hij ons een keer aanvallen. Omdat zijn ding eens over was. Nou, we hebben alles op Overwatch gezet. Hij leeft weer, hij gaat op Shiffy schieten. Prima, Shiffy kan dat wel hebben. De rest gaat nu allemaal op hem schieten en hij is dood. Dat was dat. Ook weer gefixt. Is even kiki. Shiffy die gaat hier staan. En Shiffy gaat op Overwatch. Dan hebben we hier onze grote vriend die Repair Shift kan doen. Met zijn Arc Throw, dus gaat hij dat ook even doen. En Shiffy weer helemaal de ouwe. Op twee streepjes na. Nou, dat is prima. Geen hond die daar iets van merkt. Mijn mind control is dus wel episch. Alleen moet je uitkijken dat je die duur niet te veel in je buurt houdt. Dan ga ik weer even terug moven met Charlie, Nikolai de Unicorn. Want Shift hier voorop. Is nog steeds het beste plan geweest. Al de hele serie lang eigenlijk. Shift is voorop. Dus ook nu. Dus daar gaan we dan. Shift hier voorop. Ethereals. Helemaal niks. What the fuck? Dat moet toch? Er moet toch iemand zitten hier? Sowieso hierboven, daar. Dat is wel een mooie verlichting hier. Maar hier moeten we naartoe, dat is de final countdown. Als we allemaal bij die fucking deur gaan staan, dan zijn we sowieso allemaal screwed. Maar fuck dat. We gaan gewoon allemaal bij die fucking deur staan. Allemaal één voor één gaan we naar binnen. Dashing, hoeing. Vervolgens gaat Charlie, Nikolai de Unicorn, Overwatch, dan ga ik wel. We gaan echt allemaal stom in een rijtje. Het ziet echt heel stom uit. Maar, dat maakt niet uit. Zolang we de game maar halen. We staan echt heel stom in een rijtje. Echt zo dom. Maar we hebben geen last van de aliens nog, dus komt helemaal goed. Shiffy blijft even staan, denk ik. Ja, we gaan eerst. Ik zie al half naar voren sturen. Die ziet nog steeds niet wat, dat verbaast mij.
Dan komt deze deur, die gaat aan de andere hoek staan. Dat is Saturntje. Dat is andere supporter. Dashing, is dat goed? Is dat een slim plan? Oh, een Ethereal. Oh, dat is laat. Oh, mooi video. We hebben geen geluid bij dit, hè? Dat is zo weird. Oh. Okay, what the fuck? We who were cast out, we who were doomed to feed on the gift of lesser beings, sectoids, to uplift them, to prepare them for what lies ahead. Aha, jij blijft nog steeds een vuile, creepy dude. Dat je het weet. Oh god, nog twee zeker. Ah nee, hier muten de leads. Wat spawnt daar? Dat kunnen we niet zien. Mooi, ik kan even snipen. Kan ik ook die dude snipen? Ja, ik kan die dude snipen. Ga ik die dude snipen? Ik ga die dude snipen. Please hit him, please hit him. Oh, kabam, jongen. 17 crit. Nou ga je dood, vriend. Oh, kut. Ik heb het verkeerde ding aangekleed. Godverdatering. Waarom heb ik dat altijd in deze fucking game? Ik altijd dat... onthoud nou eens fucking de keuze die ik heb gemaakt. Die Furiel moest dood. Game, fuck jou, jongen. Die Furiel moest dood. Oh god, er leeft er nog een. Die Furiel moest dood. Die dude die erboven zit, die duwt me dood. Dat zeg ik, die duwt me dood. Mooi, het is gelijk alles dood. Kijk, als we dat nou gelijk even hadden gedaan als mijn zijnde... Fucking gesniped, biatch. Aha, Shiv heeft de laatste kill gemaakt, met mij niet uit. Without us, what are you? Charlie the Unicorn, bitch. Het is al genoeg. Duurt lang. Yay! Holy crap. Ik moet sound effects doen, hè. Rip, rip, rip. Houston, we've got a problem. We're going down. Rip, 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 rip. Die gasten hebben... Die gasten ziet van alles. Onze Charlie Unicorn, die spaced hem helemaal. Hij gaat zich opofferen, wedden. Charlie Unicorn gaat zich opofferen. Hé, hey, wat hebben wij allemaal voor zwarte maskers opeens? Go! Hé, hey, is niet lief. Dan gaat hij dan, Charlie the Unicorn. Of het zich op. What the hell is happening? Heel Duitsland valt in elkaar. Behaving like a dying star. Becoming the a Death Star. Aw. At this distance, the earth will be consumed. Verdammte scheiße. Mooi. Fucking vet. Alleen het geluid is gebukt als de tering in dit, joh. Video normaal geluid hebben we niet, alleen stemmen zijn fatief te hard opeens. Daar gaan we dan. Charlie the Unicorn. The Chosen One. Oh fuck, wat fuck? Holy crap. Alles wordt gerewind. Of zo denk ik. Central, I'm bugging out. The package is not on board. Waited as long as I could, sir. Zij zitten er allemaal op zijn afstreken. The alien ship is in motion. What direction? Nee, je moeder. What direction? Up. mooi. What direction? Up. Gewoon heel droog. Up. Omhoog. What a weird ass alien ship. Kablam! Daar ging Charlie's Unicorn. Het offer. Het unicorn offer. Hier, de meteorietenregen van Rusland. Van recent. Zo kwam dat dus. Ziet er wel vet uit, moet ik eerlijk zeggen. Want het is allemaal stukjes Charlie the Unicorn. Dat is het mindere. Maar voor de rest ziet het wel heel vet uit.
XCOM. Enemy unknown. Humanity's savior. The second wave is coming. New custom gameplay options are now available for your next game of XCOM Enemy Unknown. Nou, dat dacht ik niet. Select the second wave option on difficulty menu to access new features. Oké. Dan gaan we zo alles even rustig bekijken. Het is een korte video dit. Het is een zeer korte video. Maar ik ga gewoon alles even bekijken. Overall score. Ja. Dat is al een beetje laag. Vergeleken met de rest. Maar Days Until Victory ben ik wel sneller mee. Battles won zijn 40. Battles lost heb ik gewoon 0. Door load game. 1 in skills zijn ook iets minder. Soldiers lost zijn iets meer. Funding countries zijn er 10. Zijn ook iets minder. Countries lost zijn er behoorlijk veel. Days Until Alien Base Clear. Daar heb ik heel lang mee gewacht. Verdomde lang. Imperial Device Decover. Oké, next page. Battles fought, 40. Battles won, 40. Wat, dat hebben we toch allemaal gezien? Satellite tracking used. Ah, aim assist, day on the firestorm. 151 dagen. Ik was redelijk snel met de firestorm, blijkbaar. Ik heb er 5 gebouwd. De meeste hebben er allemaal 5 gebouwd eigenlijk. Waarschijnlijk ook net zoals ik, deed elk continent 1. Scientist. Hoe de fuck kan de wereld 96.526 scientists hebben en ik maar 85? Dan is dat sowieso van alles bij elkaar gegooid. Zelfs met die score, dat kan niet anders. Geen hond kan 96.000 fucking scientists in zijn base hebben. Dat is gewoon zo onzin ooit. En hetzelfde met engineers. Dat klopt op ballen niet van. Technologies researched. Een beetje hetzelfde als wat ik nu heb. Of had, hoe je het wil noemen. Total credits earned. Dat is ook niet echt veel. Credits spent, dat zijn er wel veel. Net zoveel ongeveer. Illyrium. Illyrium used. Alien alloys. Continent covered. 136 dagen. 103. First satellite, dat duurde wel heel lang. 3 dagen voor de tweede satellite. Mooi. In totaal 11 gelaunched. Continent bonus, maar helaas maar eentje. Ik wou er wel veel meer, maar dat ging hem gewoon niet orde. En dan krijgen we nu de credits waarschijnlijk. Ja, fucking care. Van de credits. Dat was het. Dat was de hele game. Dat was XCOM Enemy Unknown. Ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Zoals ik zei, dit is een hele korte video. Ik kan er vrij weinig aan doen. Hij is nou eenmaal gewoon kort. Omdat we redelijk snel het einde hadden. Ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. Het was een hele lange serie. Zoals ik zei, op een gegeven moment vond ik hem zelf een beetje saai worden. Maar ben wel blij dat ik hem uit heb gesteld. Dat zeker wel. Het is een nog steeds wel een leuke game. Ik snap ook wel waarom die Game of the Year is geworden. Alleen de bugs zijn wel stront irritant af en toe. Echt gewoon belachelijk irritant. Die slaan ook helemaal nergens op. Ik snap ook niet waarom ze het nog steeds niet hebben gepatcht. Vind ik echt heel slecht eigenlijk. Maar ja, gewoon niks aan te doen verder. De game was wel heel leuk. Desondanks. En ik zie u weer bij Crysis 3. Want Crysis 3 loopt al. Zoals jullie wel weten. Die wordt echt gigantisch veel bekeken. En gigantisch goed ook. Veel likes. Echt gewoon alles. Echt top. En het is ook nog gewoon een top game. Maar Crysis 3 gaat dus vanaf de volgende video. Dus vanaf morgen. Op dit tijdstip verder. Dus dat is dan weer op het normale tijdstip ook. Dus dat is om 3 uur door de week. En om 2 uur in het weekend. Dan komt Crysis 3. Want XCOM is dus nou afgelopen. En ja, ik zie je dus weer bij Crysis 3. Of bij een andere game, video of wat dan ook. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.